Mijn naam is Tom van Mullekom, directeur van Multigrow Grassic PV. Een familiebedrijf dat we runnen samen met Job, Dion en Rosalie van Mullekom. Wij kweken komkommers. We hebben duurzaamheid en kwaliteit hierbij hoog in het vaandel. We proberen zo hoog mogelijk kwaliteit te realiseren en zo hoog mogelijk productie. Dat doen wij onder andere in samenwerking met Mertens. Daar waar zij ons adviseren op de gewasbeschermingsmiddelen, maar ook op tuinbouwmaterialen. En in onze duurzaamheidszoektocht zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe clip, waarmee we uiteindelijk naar een bioclip kunnen gaan. Wij telen komkommers volgens de hoge draadwijze. Dus in de hoge draad is het zeer belangrijk dat je dit groeipunt altijd door laat gaan. Laten we de planten altijd mooi zakken, dat de komkommers op dezelfde hoogte hangen. Maar het belangrijkste is natuurlijk omdat de plant rechtdoor groeit om een goede clip te hebben. Daarom zijn we op zoek gegaan naar de smallere clip. Omdat we bij een klein plantje altijd last hadden dat de komkommers en de bladeren in de clip gingen groeien. Of dat de plant ging verzakken. En om zo nog een paar procent betere kwaliteit te creëren, zijn we op zoek gegaan naar die nieuwe clip. Die hebben we dus samen met Bato en Mertens ontwikkeld. Dus een eerste stap richting duurzaamheid is daarmee gezet. Daarnaast is dit hetzelfde model met een Bato-sluiting die ons personeel prettig vindt. En een bioclip die zal precies hetzelfde zijn, alleen dan natuurlijk van biomateriaal. Wij zijn tevreden met de ontwikkeling van deze clip. En we zijn ook blij om in de toekomst samen te werken met de Mertens en Bato. Om continu te blijven innoveren en op zoek te gaan naar verbeteringen in onze teelt. Mijn naam is Hans Luiks, sales manager bij Bato Plastics. Bato is een kunststofverwerkend bedrijf voor voornamelijk de professionele tuinbouwsector. Wij verkopen en produceren alles vanuit onze locatie in Zevenbergen. En naast productie en verkoop richten wij ons met onze eigen R&D afdeling ook op de ontwikkeling van nieuwe spuitgietproducten. De ontwikkeling van de nieuwe clip 14 mm voor de komkommerteelt is in overleg gemaakt samen met Multigrow. Het idee was om een lichtgewicht clip te maken met een diameter van 14 mm die voldoet voor de komkommerteelt. De nieuwe clip heeft een uniek design en heeft een gewichtsbesparing van ongeveer 63% ten opzichte van de huidige komkommerclips. We zijn begonnen met de eerste schetsen, vervolgens diverse aanpassingen gedaan, een proefmatrijs gemaakt om het product in de praktijk te testen en uiteindelijk de productiematrijs te kunnen maken. Door de reductie in het gewicht van de clip kunnen er meer producten op een pallet, wat voordeel geeft in transport, opslag en handling in de kas. Het product wordt gemaakt in polypropyleen, maar gaat in de toekomst ook gemaakt worden in biologisch afbreekbaar materiaal. Op deze manier draagt Bato bij aan milieuvriendelijke oplossingen in de professionele tuinbouw. Roel Hansen, ik ben komkommerspecialist bij Mertens. Mertens is toeleverancier voor de professionele tuinbouw. De samenwerking met Multigrow gaat al jaren terug. Ik loop hier in mijn rol als adviseur regelmatig over de vloer en in de kas. Ik adviseer hier op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en allerhande producten die men nodig heeft en die Mertens kan aanbieden in de glastuinbouw. Op deze wijze ben ik ook betrokken geraakt bij het ontwikkelproces voor deze nieuwe clip. Ik ben heel tevreden over deze 14 mm clip voor de komkommerteelt. Deze clip is heel duurzaam doordat er minder kunststof in zit en ideaal in gebruik. Mertens en Bato werken nauw samen op het gebied van kennisontwikkeling, vooral voor de tuinders te ondersteunen. Deze samenwerking tussen Mertens, Bato en de teler leidt tot nieuwe producten, waardoor we met goed advies en nieuwe producten de tuinder nog meer van dienst kunnen zijn.